Ricardo heeft al meerdere keren gemaild en gebeld met een overheidsinstantie, maar hij krijgt maar geen antwoord. Ik ben benieuwd of de Nationale Ombudsman hem kan helpen, zodat hij eindelijk antwoord krijgt op zijn vraag. Ik heb afgesproken met Mohammed en hij gaat me vertellen wat de Ombudsman kan doen. Ja, ik bel u naar aanleiding van de klacht die u heeft ingediend bij ons over de Belastingdienst. Nou, Ricardo heeft een probleem, want hij heeft al meerdere keren gemaild en gebeld met een overheidsinstantie, maar krijgt maar geen antwoord. Hoe pakken jullie het aan als hij bij jullie aanklopt? Als Ricardo dan de klacht bij ons heeft ingediend en hij heeft geen contact kunnen leggen met de overheidsinstantie, ondanks zoveel pogingen die hij gedaan heeft, dan kunnen wij ervoor zorgen dat de overheidsinstantie contact opneemt met Ricardo. Dan vragen wij ze om dat in dit geval met een interventie, zoals wij dat noemen, te doen. En een interventie betekent eigenlijk dat wij de normale klachtprocedure overslaan en de overheidsinstantie vragen om een snelle oplossing. En hoeveel tijd heeft zo'n instantie dan gemiddeld? Bij een interventie vragen wij een maximale reactietermijn van 2 weken. Maar in de regel zien we dat zulke interventies sneller worden behandeld. En soms is er heel veel spoed of urgentie in een klacht. Laten we zeggen als iemand in financiële problemen zit en echt afhankelijk is van die overheidsinstantie om aan het geld te komen. Nou, dan willen wij wat meer spoed erachter zetten en vragen om bijvoorbeeld binnen 48 uur al te reageren. En gebeurt dat ook dan? De overheidsinstanties met wie wij contact hebben weten van ons dat wij een interventie of zo'n spoedinterventie niet zomaar inzetten. Het is een heel bijzonder middel. En dan zien zij ook meteen dat het een heel serieus en nijpend probleem is waar wij mee komen. Oké, nou dankjewel. Alsjeblieft.